Welkom bij de opleidingen gespecialiseerd pedagogisch medewerker en onderwijsassistent. Dit zijn de studierichtingen die wij hier bij Welzijn in Woerden voor jullie aanbieden. We willen jullie graag wat meer informatie geven. En hier in Woerden ga je naar school op een kleine locatie. We zijn hier nu in Woerden en we willen jullie graag een locatievideo laten zien waarbij een aantal studenten je meenemen door de locatie. Dus kijk even mee. Welkom op het MBO Rijnland College in Woerden. Dit is Chelsea, Vere en Romy en ik ben Maureen. En vandaag gaan we jullie een rondleiding geven. Komen jullie mee? Bij de infodesk kun je terecht met al je vragen. Ik ben mijn laptop vergeten. Hebben jullie even maar eentje om mij te lenen? Dit is de aula. Hier kunnen we lekkere broodjes halen en hier kunnen we studeren als we een tussenuur hebben. Bij het Onderwijs Surfcentrum kun je bij problemen terecht, zoals studiekeuze en faalangst. Hi, kan ik je helpen? Dit is het handvaardigheidslokaal. Hier heeft de opleiding Welzijn vaak praktijkles. Hier zijn ze bezig met de economie-theorielessen. Dit is het praktijklokaal van gezondheidszorg. Hier oefenen wij de verpleegtechnische handelingen. Goedemorgen mevrouw, wij gaan nu uw bloeddruk meten. Woerden is een kleinschalige locatie. Dus met al je vragen kun je zo in de docentenkamer binnenlopen. We zijn nu op de bovenste verdieping en momenteel zijn er examens van de FAVO bezig. Deze locatie kun je ook entreeopleiding doen, maar ook servicemedewerker. We hopen jullie een goede indruk te hebben gegeven van de school. Ik pak de trein. En ik ga met de fiets naar huis. Tot snel. Tot snel. Als het goed is, heb je nu een beeld gekregen van de locatie. We hopen dat je de locatie leuk vindt. Ik ga je nu wat meer vertellen over je stage. Dat noemen we ook wel de beroepspraktijkvorming, de BPV. Je loopt een lintstage binnen de opleiding. En dat betekent dat je 2 dagen in de week 3 jaar lang stage loopt. Je mag zelf een stageplek zoeken en wij kunnen je daarbij helpen. Zo hebben we contacten met meerdere organisaties in de regio. Je kunt zelf kiezen wat je leuk vindt. De doelgroep, maar misschien ook de locatie. Je wordt ook begeleid vanuit school om je stageervaringen bijvoorbeeld in de klas te bespreken met elkaar. Dat noemen we ook wel intervisie. Verder word je op stage natuurlijk ook beoordeeld. Maar die beoordeling doen de school en je stage samen. Wat verwachten wij nu van jou? We verwachten dat je een actieve leerhouding hebt en dat je een goede beroepshouding hebt. Wat we daarin van je verwachten wordt natuurlijk ook met je besproken en dat wordt aangegeven op een formulier. We zullen je ook beoordelen met een voortgangsadvies en bespreken dan ook de voortgang met jou. Je krijgt een studieloopbaanbegeleider, afgekort een SLB'er. En die begeleidt jou gedurende de hele opleiding en die blijft voor jou je contactpersoon. De school biedt ook extra begeleiding. Mocht je wat extra hulp willen met bijvoorbeeld plannen of persoonlijke ontwikkeling, dan hebben we het Onderwijs Service Centrum. En zij kunnen je ook verder helpen met persoonlijke gesprekken. De studierichtingen die wij aanbieden in Woerden zijn de opleiding onderwijsassistent, niveau 4, en gespecialiseerd pedagogisch medewerker, niveau 4. Je zou bij de opleiding onderwijsassistent stage kunnen lopen op een basisschool, op een middelbare school, maar ook bijvoorbeeld op het middelbaar beroepsonderwijs. Bij gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je stage lopen op een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang, maar ook op een integraal kindcentrum of ook wel de brede school. De opleiding in beeld. De opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker en onderwijsassistent duren allebei 3 jaar. Deze opleidingen zijn opgebouwd in periodes van 4 weken. Nee, sorry. Ja. De opleiding in beeld. De opleiding onderwijsassistent en gespecialiseerd pedagogisch medewerker duren allebei 3 jaar. Ze zijn opgebouwd in periodes van 10 weken. En daar zijn er 12 van. Dus iedere 10 weken krijg je nieuwe lessen.
Vanaf periode 2 ga je starten met de stage. En halverwege de opleiding ga je starten met de examens. Die worden zowel op je stage als op school uitgevoerd. Bij de opleiding onderwijsassistent heb je allemaal verschillende vakken. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan ontwikkelingspsychologie, communicatie, spelontwikkeling, methodisch werken, observeren, drama, beeldend en muziek. Bij de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je bijvoorbeeld denken aan ontwikkelingspsychologie, communicatie, observeren. Dat zijn dezelfde vakken. Maar je hebt ook kinderziektes, pedagogiek of bijvoorbeeld voorlezen of beeldend en drama. Voor beide opleidingen krijg je generieke vakken. Bijvoorbeeld Nederlands, Engels of rekenen. Daarnaast krijg je ook burgerschap en loopbaan. Je krijgt ook beroepsgerichte vakken. Bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, methodisch werken, observeren, communiceren, muziek, drama en beeldend. Bij onderwijsassistent kun je ook denken aan vakken als didactiek, leerproblemen of schrijven. Bij de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je denken aan vakken als omgaan met kinderziektes, EHBO, voorlezen en vertellen, ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden. De kosten. Aan elke opleiding zijn natuurlijk kosten verbonden. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan je laptop, de licenties die je nodig hebt voor het online werken en de boeken. Er zijn ook opleidingseisen verbonden aan de opleiding. Dit betekent dat je een bepaalde vooropleiding moet hebben. Deze eisen kun je terugvinden op de website. Mocht je je nu willen aanmelden voor een van de twee opleidingen, dan zijn we daar natuurlijk hartstikke blij mee. Meld je dan aan op de website. Wil je meer weten over de voorlichtingsactiviteiten, bijvoorbeeld een meeloopdag of een open dag, dan kun je daar ook op kijken. Mocht je naar aanleiding van deze presentatie nog vragen hebben, dan kun je die mailen naar info@mborijnland.nl. Bedankt voor het kijken en we hopen je te zien.